Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 9 augustus 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Als het allemaal qua tijd lukt, dan zijn er vandaag twee SSTV-plaatjes. Het eerste in PD50 is weer een van de kleine korte golftransceivertjes, een Tentec R4020, 4 watt CW op 40 en 20 meter, maar hij ontvangt van 5 tot en met 16 MHz. Het apparaat heeft bij ontvangst voor zowel SSB als CW elk 4 filterbandbreedtes. De digitale uitlezing is zeer goed leesbaar en er zit een autokeyer in, plus een CQ-automaat. Het apparaatje heeft het formaat van een klein model wereldradio en er passen pinlights in voor de voeding onderweg. Ik zal na de uitzending ook een filmpje met een demonstratie van dit zendontvangertje op pnlite.nl zetten. Een tweede plaatje in Robot 36 laat het Daily Minutes t-shirt ontwerp zien dat sinds gisteren af is. Verder is er als het goed is ook morsen, maar dat is onder een beetje voorbehoud van de beschikbare tijd. Weet je dat de Daily Minutes vandaag alweer 2 jaar bestaat? Nee, dat wist ik niet. 2 jaar. Tjonge. Eigenlijk zou je een soort van best-of verwachten vandaag. Ja, met het Verbindingsjournaal. En met Simon vanuit Friedrichshaven. Bijvoorbeeld, ja. En een stukje met Contestia Data onder de uitzending door. Ja, vandaag 2 jaar geleden begonnen de dagelijkse uitzendingen van de Daily Minutes. Vandaag precies 2 jaar geleden. Vrijwel zeker is dit dus de 720ste uitzending. Ja, ik geloof het bijna niet, omdat ik er in totaal ongeveer 5 heb overgeslagen. Ik deed daarvoor al iedere week een uitzending. De eerste daarvan vond plaats op 24 augustus 2012. Het begin van die eerste uitzending klonk zo. Dit is Papa Alpha 00 November Echo Whiskey Sierra. Papa Alpha 00 News. This is Papa Alpha 00, November Echo, Whiskey, Sierra, Papa Alpha 00, News. Amateur Radio Newsline report number 1827 with a release date of August 17th, 2012, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Hams respond as flooding hits the Philippines. Email from Annette saves a sailor's life. A new source of interference to the HF bands is discovered. WWVB to begin phase modulation. Nog een jaar eerder was ik alleen op internet al begonnen met een dagelijkse podcast waarin ik aandacht besteedde aan de zendhobby. Dat was mede om te kijken of het te doen was om zo'n dagelijks bulletin met amateurnieuws te brengen. De eerste daarvan verscheen op 25 juli 2011 dus. Opnieuw een idee wat ik in de zomerperiode had, dat overkomt mij vaker. Die bijna dagelijkse podcasts die liepen door tot ergens in november van 2011. En die praatjes die leken niet heel erg op de uitzendingen van nu, hoewel de nieuwsonderwerpen op zich niet verschilden ten opzichte van nu. Ze waren heel typisch in podcaststijl en dus alleen de vorm was anders. Hierna een kort stukje van de eerste van die podcasts. Dit is de Shorties FM podcast nummer 2 van 25 juli 2011. Ja, gisteren kwam ik tot de bizarre ontdekking dat voor de eerste tijden PI1DSA onze D-Star repeater gecrashed was. Toevallig is het de enige keer, letterlijk de enige keer geweest dat ik zaterdag om QST van augustus binnen. QST is altijd wel een van de meest interessante amateurbladen om te lezen van de Amerikaanse amateurvereniging ARRL. En erg leuk is een column van David Sumner, K1 Zulu Zulu, ARRL's Chief Executive Officer. Nou weet ik niet hoe je dat nou in het Nederlands vertaalt, maar hij zal de baas wel zijn daar. ja, dat gaat over hoeveel zendamateurs er in de wereld zijn. De wekelijkse uitzendingen die zijn eigenlijk opgezet omdat ik de Amateur Radio Newsline in Nederland in de ether wilde uitzenden. In eerste instantie waren die uitzendingen alleen om 8:30 s'avonds te horen op vrijdagavond in de omgeving van Amersfoort op 145.4625. Maar al snel ben ik na een gesprek met PA3AEQ de uitzendingen eerst via PI2AMF gaan doen en later nog heel kort via PI3AMF. Om het reguliere verkeer op die repeaters niet in de weg te zitten, waren die uitzendingen op de Amersfoortse repeaters heel laat, vanaf 12 uur 's nachts. Toch was er toen al de nodige belangstelling voor. Door de mensen van Whisky Oscar, die de uitzending al heel vroeg via een stream op Teamspeak brachten, en die om zo'n eigen nieuwsbijdrage bleven vragen, ben ik na een paar weken ook zelf nieuws aan de wekelijkse uitzendingen gaan toevoegen. Oorspronkelijk wilde ik dus inderdaad alleen een paar van die Engelstalige items brengen die beschikbaar waren. Toen de uitzendingen alleen nog lokaal op 145.4625 werden uitgezonden, stuurde ik naar de mensen van Whisky Oscar iedere week een mp3, zodat ze die op die manier via Teamspeak konden uitzenden. Vanaf begin 2013 zit ik met de wekelijkse uitzendingen op de repeater PI3UTR die toen net in de lucht was. En het was op een nieuw tijdstip van 2300 uur.
Toen ik een paar maanden de uitzending op PI3 UTR deed, ben ik op de lokale frequentie hier in Amersfoort gestopt om 8:30. En ook heb ik in die begintijd het tijdstip van de uitzending vervroegd naar 10:30. Dat was toen deze repeater na een erg drukke beginperiode na een paar weken een stuk rustiger werd en er vrijwel nooit QSO's rond 10:30 liepen. Die wekelijkse uitzendingen op PI3 UTR in die tijd, die werden voor een flink deel door mijzelf volgepraat. Ik was soms wel 3 kwartier aan het woord. En verder waren ook toen nog steeds de Engelstalige uitzendingen als de Amateur Radio Newsline te horen, die ik nog steeds breng. De uitzendingen op PI3 UTR, die bestaan dus nog steeds. Met de komst van de dagelijkse uitzendingen ben ik er na enige tijd toe overgegaan om die wekelijkse uitzendingen op PI3 UTR te beginnen met een herhaling van de dagelijkse uitzendingen van de week ervoor. Tussen april 2015 en september 2015 heb ik de Daily Minutes zowel uitgezonden op PI2 NOS als op 4 verschillende tijdstippen op een drietal frequenties in 3 omroepbanden op de Korte Golf. Dat was vanuit KAL. Hier volgt een fragment van hoe dat klonk. This is the emergency radio news program for Wednesday, April 1st, 2015. My name is Peter John. Shortwave broadcast station Global 24 seems to have reappeared from its ashes. The station went down a couple of weeks ago, but returned back on the air last week from the original location at WRMI near Miami. And this is new from a European location in Bulgaria. SOSCAN TV from outer space will be active in the weekend of April 11. This according to southgatearc.org. Call sign will be RS0ISS and the transmissions will start as of 10 o'clock UTC on Saturday in the weekend to commemorate the anniversary of Yuri Gagarin being the first human in space. This was on April 21, 1961. Frequency will be as usual from the ISS 145.800 and SSTV mode will be PD180. De dagelijkse uitzendingen hebben wel enige ontwikkelingen doorgemaakt, zowel in stijl als in lengte. Meestal waren de uitzendingen tussen de 7 en de 9 minuten lang, soms ook 6 minuten. En in het allereerste begin was het nog een stuk korter. Ik had toen als regel dat ik minimaal 3 korte nieuwsberichten per uitzending wilde hebben. In de eerste paar maanden van de dagelijkse uitzendingen was het verbindingsjournaal met professioneel nieuws over eigenlijk hetzelfde als waar de uitzending over gaat ook nog te horen. Er was veel kritiek op de matige geluidskwaliteit waarin ik het verbindingsjournaal, geproduceerd voor YouTube, dus met beeld erbij, kreeg aangeleverd. Hier een kort stukje van hoe dat klonk. Vandaag is er zoals iedere dinsdag en donderdag een verbindingsjournaal. Verbindingsjournaal is een gesponsorde uitzending met nieuws over de professionele kant van de apparatuur waar wij ons hobbymatig mee bezighouden. 2015 wordt een topjaar voor portofonie. KPN lanceert Push to Talk. Dit is het Verbindingsjournaal van donderdag 25 september. Mijn naam is Kitty Hemmer. Volgend jaar wordt een topjaar voor portofonie. Dat voorspellen analisten van onderzoeksbureau IHS. Ja, ik vergeet vast wel wat namen, maar gedurende de hele periode hebben er diverse mensen aan de uitzendingen meegewerkt. Een soort van semi-vaste medewerker is bijvoorbeeld PD4 ROB. Rob heeft een behoorlijk aantal bijdragen aan de uitzendingen geleverd, zowel de wekelijkse als de dagelijkse. Luisteraars, ik wil u wat vertellen over het gedrag van elektronen. Misschien dat sommigen zeggen, dat hoeft niet, wij zijn elektronici. En het woord elektron zit niet voor niets in het woord elektronica ingebakken. Daar weten we voldoende van. Kan een niet-elektronicus, zoals ik, vanuit andere wetenschappelijke richtingen daar nu iets aan toevoegen? Dat gaan we zien. Ik denk namelijk dat in deze tijd van verregaande specialisaties er te weinig kruisbestuiving plaatsvindt met andere evenzeer specialistische wetenschappen. In het geval van elektronica denk ik daarbij aan de schei- en natuurkunde, wat de laatste betreft in zaken elektromagnetisme en kwantummechanica. In ons geval uitsluitend toegespitst op het elektron, dat alles met energie te maken heeft. Gaan we eerst het elektron zo basic als maar mogelijk is scheikundig bekijken. En natuurlijk is Simon PA9TV een tijd lang mijn razende reporter geweest. Goed, gaan we nu over naar Friedrichshaven. Okay, we are here on the stand of the BATC, the British Amateur Television Club. And next to me is Jean-Pierre, callsign F6 Delta Zulu Papa. And Jean-Pierre is the author of the Tutune software. It's a DATV receiver running on the Windows. Receiver and measurement software.
Yes, receiver and measurement software. Okay. Can you tell us something about it, Jean-Pierre? Yes, I started in 2010 when I searched something to receive the ATV in the VBS. And I have seen that if I use a set-top box, for me is not set-top box, it's stupid box. Because we cannot know... De helaas veel te vroeg overleden Rob, PA3CNT, begon aan een serie items voor de wekelijkse uitzendingen, maar kon die doordat hij ziek werd helaas niet voortzetten. Volgen nu nog twee dienstmededelingen. Morgenavond rond 4 minuten voor 9 is er weer een, dat is dus op 10 augustus, een overtocht van het ISS. Het ISS is dan weer te horen en zelfs op een portofoon mee een verbinding met een school en het is op 145-800. Het ISS vliegt bijna recht over het huis van Jurgen, dus het belooft een mooie ontvangst te worden. Verder is vanavond, op dinsdagavond, dus weer de D-Star-ronde vanaf 20:30 op XRF 088B. Dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met meestal een herhaling 10:30 de dag erop. Heb je de Daily Minutes gemist of geen amateurapparaat bij de hand? Probeer dan de Shorties FM podcast. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl. Kijk trouwens ook eens op hobbyscope.nl, de site van PI2NOS, over hoe je deze fantastische en steeds verbeterde repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag.